Yo mensen van Wasgames, vandaag even een filmpje. We zijn level 55 met Black Ops 2. Ja, tijd om precies in te gaan en dat wil ik even op video gaan doen. Even kijken, hoor, staat het ook weer. Oh ja, hier staat Prestige Mode. Nou ja, we hebben een heleboel gespeeld, maar we gaan gewoon natuurlijk Prestige in. Learn more en Prestige. Hoppa, welcome to the penthouse. En we zijn level 1, hebben een cool nieuw tekentje, groen tekentje. En laat ik dan maar meteen ook weer een gameplay gaan doen. Eens even kijken wat ze ook gaan doen. Party games, dat zijn ook weer. Oh ja, gun game. Even kijken wat ze ook gaan doen. Laat ik eens gaan gun game gaan doen. Hopelijk is het potje nog niet begonnen. Helemaal mooi. Even kijken, er komt een andere map. Blijkbaar. Dat vind ik een klote map. Ik heb ze nog steeds niet allemaal gespeeld. Ik speel sowieso. Niet echt heel veel. Mark, mijn broer, die speelt eigenlijk best wel veel. En ik moet eigenlijk wel zeggen dat hij het best wel goed doet. Normaal zuigt hij gewoon echt in Black Ops 2. En ook gewoon andere Call of Duty dingen en zo. Sowieso een schietspellen. Maar hij doet eigenlijk best wel goed. En hij speelt ook veel. Misschien denk ik wel meer dan ik. Maar ik heb niet zo heel veel huiswerk de laatste tijd. Het is een beetje wisselend. Dus ik heb er wel redelijk wat tijd voor. Maar we hebben hier vandaag een gun game. Maar hij lagt een beetje. Oh, wis. Even wachten hoor. Doet het nou helder? Ah, mooi. Daar wacht ik even op. Nou, eens even kijken of we dan die gun game kunnen gaan winnen. Zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar gun game heb ik nog nooit gedaan. Ik weet wel, het is volgens mij 18 of 20 verschillende wapens. En die wisselen elke keer dat je een kill krijgt. Heel simpel. Leuk spel. Ook leuk om je wapens goed te leren kennen. En dan hebben we een knife. Oh, fuck. Ah, shit. Heb ik gekild. Misschien ook binnenkort op het kanaal ook zombies gaan doen. Oh. Hey, nieuwe gun. Zombies lijkt me wel leuk. Nog niet gedaan. Mijn broer wel. Maar daar faalde die nog wel in. Daar moet ik wel eerlijk in zijn. Voor de rest doet het allemaal prima. Oh, daar hebben we een camper gekild. En meteen een level up. Helemaal mooi. Daar zit iemand. Daar zit iemand. Oh, daar zit iemand. Oh, shit, het is zo'n rotwapen. Echt waar, heb ik echt een hekel aan. En ik sta gewoon zwaar achter. Dat is een beetje vervelend. Waar zitten ze allemaal? Ik vind het zo'n rotwapen. Oh, daar zit iemand. Daar zit iemand. Wat de? Huh? Ik knifed hem. Sowieso. Oh man. Ik ga dit zo hard verliezen. Dit is echt klote. Ik moet gewoon even een ander wapen hebben. Hè? Yeah, gelukkig. What the fuck. Ik raakte hem sowieso. Ik vind... Deze KSG die heb ik wel eens geprobeerd. Ik vind dat zo'n rotwapen. Want ik richt gewoon op hem. En ik... Meestal heb je niet eens een hitmarker. Ik bedoel, what the fuck. Hey, wat? He? Ik heb nog zat kogels. Waarom schoot hij niet meer? Beetje jammer. Even snel een beetje levelen. Oh, wis. Nice wapen. Oh, dit wapen ken ik ook. Dat is ook een chill wapen. En we zijn inmiddels level 3. Yes, precies. Dit is ook een chill wapen. Die ken ik. Deze vind ik iets minder. Het is een 3 burst volgens mij. Oh. Dan ben ik gebackraped. Nou, dit vind ik niet zo fijn wapen. Hij schiet wel heel scherp. Heel fel geluid ook. Oh, yes. En ik ga op zich wel redelijk lekker. Moet ik zeggen. Ah, shit. Ik ben wel weer level up. Maar ik werd geknifed. Dus ga ik een wapen naar beneden. 3.
Hier zit iemand. Hier zit iemand. Hier komt iemand. Ah, shit. Ik stresste hem. Kom op, maak een kill. Moet hij even doen. Oh, daar zit iemand. What the fuck? Oh, ik wou net zeggen. Als dat geen kill is. Ah, shit. Kom op. Ik moet even iets beter gaan doen. Sommige wapens vind ik fijn, sommige niet. Dit is een soort van sniper. Een soort van RS, ASS van Morph 3. Maar ik heb er een kill mee. Oh, eerst dat zijn echt de heavy weapons. Oh. Dat merk ik ook wel. Die zijn een beetje langzaam qua bewegen en zo. Als je die vast hebt. Daar komt iemand. Oh, ja, dat bedoel ik. Oh, daar hebben we een sniper. Oh, is het er raar uit? Rare scope. Gesniped heb ik eigenlijk nog niet in Black Ops 2. Ik weet niet, ik vind ze er raar uitzien. Lijkt net Halo wapens. En ze schieten ook niet echt fijn. Als ik het nu beoordeel. Oh, daar zit iemand. Oh, ik kan hem nog ook. Kom op, ik moet even. Oh, dit is wel een sniperwapen volgens mij. Tenminste. Oh shit, quickscopen, dat is natuurlijk een beetje weg uit Black Ops 2. Tenminste, ja, het kan wel een beetje, maar ik vind het een beetje vaag. Ik heb niet heel veel geprobeerd, maar ook wat ik gezien heb van filmpjes en zo. Ah shit. Het is meer voor long distance bedoeld, denk ik. Ah, shit. Het chillt op mij. Het duurt eigenlijk best wel lang deze gun game. Yeah. Oké, level up. Oh, dit is ook een... What the fuck? Hey, yeah, ik heb... Oké, ik heb een SMA. Dat is zo'n dikke rocket launcher. Ik zit al een hele tijd in het spel. Oh, nee, ik had hem sowieso. Oké, ik moet even goed mijn best doen. Ik wil winnen. Yeah. What the fuck? Ik had hem sowieso. Hey, hoppakee. Nou, dan moeten we even ons best gaan doen. Dit vind ik een rot wapen, tenminste. Hij is wel heel anders. Maar hij is minder sterk. Hij doet anders reloaden. Je hebt 2x3 kogels. Maar... Hey, what the fuck? Nee, nu ben ik stuk. Oh nee, ik moet niet verliezen. Kom op. Ah, nee, ik heb net verloren. Eigenlijk niet net, want ik zat niet eens heel erg in de buurt. Maar goed, vandaag gun game. En eerste precisie. Ben ik heel blij mee. Nu weer even snel levelen. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe even abonneren, liken en laat een reactie achter. En ik zie jullie in de volgende keer.